beste kijkers bij Sokkerreporter TV. Zaterdag 5 oktober 2019 maakt Sokkerreporter twee samenvattingen. Om 15 uur starten we met de wedstrijd VVSC SV Lopik in de derde klasse C. En om 4:15 maken we een videosamenvatting van de derby in de derde klasse G van de dames tussen VVSC Vrouwen 1 en Pursum Vrouwen 1. In terugblik laten wij u de doelpunten zien van de wedstrijd Sliedrecht LSC Leerdam, waar vooral het vierde doelpunt van LSC Leerdam een wereldgoal was. Dit seizoen nam de ervaren trainer Miguel Munoz het stokje over van Martin Boverhoff. VVJ startte uit met een 6-0 nederlaag tegen topfavoriet voor het kampioenschap in de derde klasse C, SVW. En afgelopen zaterdag werd het thuis net met 1-2 verloren van Ameide. Volgens enkele kenners ook een kandidaat voor de prijzen. Dus een zware start voor de nieuwe trainer die zaterdag met zijn team weer voor een zware opgave staat. Want dan komt het ambitieuze Lopik van de overkant op bezoek. Dus zullen alle zeilen moeten worden bijgezet om een goed resultaat uit dit vuur te slepen. SV Lopik is voor het eerst ingedeeld in Zuid 1 en speelt tegen een groot aantal onbekende tegenstanders aan de overkant van de lek. Vorig jaar degradeerde het team van trainer Bertus van Schijk naar een verblijf van 1 jaar uit de tweede klasse. Maar door de komst van enkele nieuwe spelers en overgekomen jeugdspelers is de selectie duidelijk breder geworden. De doelstelling is dan ook om bij de top 3 te eindigen en in ieder geval een periode te bemachtigen. Lopik begon goed aan de competitie door thuis met 3-0 te winnen van Perkouw. Maar afgelopen zaterdag werd er met 3-0 verloren van Streefkerk. Dus zullen de mannen van Bertus van Schaik er alles aan gelegen zijn om de punten mee naar de overkant te nemen. Scheidsrechter is de heer M.H.A.M. Klerks. Ja, en om 4:15 gaan we verder met de derby bij de dames tussen VVSC Vrouwen en Pursum Vrouwen. Het damesvoetbal vindt steeds meer aan sympathie in Nederland en dat is terecht ook. VVSC is uitstekend begonnen aan de competitie. De eerste wedstrijd werd met 4-2 gewonnen van Hardingsveld Vrouwen. En afgelopen zaterdag werd er uit met 0-5 gewonnen van Houten Vrouwen 2. Het team van de ervaren trainer Arthur Doré, die het stokje overnam van Rob Fluit, staat samen met Delta Sport 95 Vrouwen en Emprina Vrouwen bovenaan met 2 gespeeld 6 punten. De dames zullen er zaterdag dan ook op gebrand zijn om de derby tegen Pursum Vrouwen 1 te winnen en zo in de kop van de ranglijst te blijven. Pursum Vrouwen 1 verloor de eerste wedstrijd met 6-1 van Sedoco Vrouwen 2. Maar deze ploeg zit niet meer in de derde klasse G. Afgelopen zaterdag won trainer Ron Schaap met zijn team van Noordoost Vrouwen 1 met 5-2. En staan nu op de vierde plaats met 1 gespeeld en 3 punten. Ook het team van Ron Schaap en Mathieu van Meteren willen graag de punten mee naar Giessenburg nemen. Ja, het kan dan ook een spannende zaterdag worden bij deze twee wedstrijden. We laten u nu de doelpunten zien van de wedstrijd Sliedrecht LSC Leerdam, waarvan Sokkerreporter een videosamenvatting van heeft gemaakt. Ja!
komen. Ja, beste kijkers, het zit erop. Kom zaterdag in grote getalen naar Sportpark VVC om hopelijk van een leuke en spannende wedstrijd te genieten. Bent u helaas vriendelijk? Geen probleem, want vanaf zaterdagavond of zondagmorgen kunt u een videosamenvatting zien van de wedstrijd op sokreporter.nl en regiovoetbal.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.